Hey iedereen en leuk dat je weer kijkt naar al deze games. Ik ben Roy en vandaag gaan wij verder met het bouwen van onze school hier in The Sims 3 met mij. Hier op Anders Games. Oh my god. Hopelijk hebben jullie weer heel erg veel zin in vandaag. Ik heb er wel heel veel zin in, want het is weer eventjes een tijd geleden. Het is nu ook, als je deze video kijkt, is het tweede kerstdag. Hopelijk hebben jullie al een fijne kerst gehad. Of heb jij nu een hele fijne kerst. Dus Merry Christmas en een Happy New Year. Maar... daarnaast, hallo, we gaan natuurlijk wel door met het bouwen van deze hele coole rotschool. Nou ja, rotschool. Heel veel mensen noemen altijd een school. Die vinden ze nooit leuk. Maar school is hartstikke leuk als je hem zelf mag bouwen. Oké, ik heb natuurlijk jullie reacties weer gelezen van de vorige video. En ik heb hier een paar eventjes hier naast me staan. Zoals gewoonlijk. Dat we die even behandelen in een video. Stoelen staan nooit netjes. Doe er wat aan, Roy. Iemand had wat gezegd over de stoelen in bijvoorbeeld in de, ja, in de kantine. En bijvoorbeeld in de klaslokalen. Ze staan nooit zo netjes. Maar toen dacht ik van... Ja, maar als ik dat nu ga veranderen dadelijk hier... Dan is het echt zo'n rotzooitje. We doen net alsof dat het gewoon de eerste dag is van het schooljaar. Dat alles nog netjes staat. En als, wanneer de deuren open gaan... Dan mag het weer even een tering zo worden. Weet je, we doen het nu nog heel netjes houden. En het kost ook meer tijd om het rommeliger te maken. Dus we laten dat wel zo. Bij de naaste meisjeskleedkamer, daar kan je een soort berging maken met bijvoorbeeld matjes en kasten voor bij de gym. Dat is een heel goed idee, want dat, zo'n ideetje had ik zelf ook al. Dus dat gaan we zeker hier nog doen. En kapstokken staan blijkbaar bij de kinderspullen. Iemand had gezegd, want ik zocht er hele tijd naar en ik zocht heet het een kapstok. Ik wist absoluut niet waar een kapstok stond. Dus we moeten die eventjes zoeken. Even zien, kunnen we even zo kijken. En ik moet hier ergens staan. Alleen ik zie hem dan weer niet staan. Dit zijn toch kinderspullen? Ja, kinderen. Een kapstok. Ik zag net wel hier iets anders. Hier zag ik wel een muurdecoratie. Maar ja, dit is geen kapstok natuurlijk. Nee, dit ook niet. Oeh, dit zijn hele leuke lampjes. Fancy. Oh, dit is een kapstok. We hebben een kapstok. Oh mijn god. Het is wel een sterrenkapstok. Dus dat is wel high class natuurlijk. Dit is gewoon treintjes voor de muur. Er is dus een kapstok. Super bedankt voor de reactie. Helaas vind ik ze wel heel erg lelijk. Maar daar kan jij niks aan doen. Daar moet de game wat aan doen. Dus niet jij. Dus super bedankt. Maar, oh kijk, hier hangt hij ook gewoon. Jeetje, kijk, nu zie ik hem constant, hè. God, non nu. Nou ja, oké, het zal wel. Wasbak in de kleedkamers. Ja, want dat is een goeie. Want zoals de meisjes bijvoorbeeld. Die gaan meestal lekker lopen tutten bij die wasbakken natuurlijk, hè. Dus wat we doen... Dan halen we deze weg. En dan doen we hier een wasbak. Of nou ja, misschien kan deze hier blijven staan. Maar dat vind ik lelijk. Dus dan zet ik deze hier in. En sommigen vonden deze bankjes niet zo mooi. Alleen het probleem is. Er zijn geen ander soort bankjes die we kunnen gebruiken. Dus we moeten deze een beetje hippe, zachte bankjes gebruiken. Om, ja, om het op te vullen. Want anders krijg je echt bankbanken. Echt waar je op gaat zitten alsof je tv gaat kijken. Zulke banken. En dat past er natuurlijk ook niet bij. Want verder heb je niet eigenlijk iets van soort banken daarvoor. Ik weet wel dat je een soort bank hebt voor buiten. Maar die zijn dan niet... die hebben weer zo'n leuning. Oké, dat vind ik ook niet mooi. Dus we moesten dit wel eventjes kiezen, helaas. Maar ik vind het geen zo lelijk. I like it. Ik vind het... weet je, ik vind het wel goed. Dus ja, en anders krijg je, ja, krijg je zoiets. Dat hoort ook natuurlijk niet... We zitten hier niet even in een leesclub. Dat we gaan lezen of zo. Nee, we zijn hier aan het gimmen. Dus dat moeten we wel eventjes fixen. Oké, okay. Een leuke wasbak. Ik vind dit wel een mooie. Alleen hij moet niet in, in die kleur. Hij kan alleen in die kleur. Oké. Okay. Nou, natuurlijk kunnen we hem aanpassen. Maar daar heb ik helemaal geen zin in vandaag. Dus we doen een lekkere hangpot. Vind ik geen eens zo lelijk. Kijk, dan doen we het zo. Dan doen we een lampje hier nog aan deze kant. Lijkt net gewoon een heel mooi... Ja, een heel mooi iets. We maken het hartstikke mooi zo. Kijk nou. En doen we een leuk spiegeltje tussen. En dan is het helemaal enig, jongens. Ken je nog je haar dan ook? En dan zie je al die meiden zien natuurlijk bij de wasbak staan. Allemaal met kuppen, jongens. Allemaal leuk. En bij ons, bij de jongens in zee, liggen vast wel iets vies in de wasbak of zo. Weet ik veel. Oké, ik vind het nog best wel fancy dit.
Holy damn, dat is best wel cool eigenlijk. Oké, misschien kunnen we dit nog wel eventjes zo doen. Want weet je, een klas is meestal tussen de, weet ik veel, 20 en 35 kinderen. Meestal, zoiets. Ik weet niet hoe het is in België, maar zoiets is het een beetje bij ons. En dan moet je hier met z'n allen zitten, girl. You need some space. Echt waar, eigenlijk heb je er nog één nodig, maar dat vind ik lelijk. Weet je, we doen hier zo'n bankje om te wachten. Te wachten op de anderen. Of als je loner bent, dat is natuurlijk niet leuk, maar dan kan je hier zitten. Maar dat is natuurlijk niet leuk. Misschien is het een beetje het pisbankje. Een beetje een pispaalbankje. Laten we dat maar gewoon eventjes niet doen. Oké, we gaan snel even deze kamer, dat is de jongenskleedkamer, gaan we maken. En dat moet eigenlijk een beetje hetzelfde zijn als de meisjeskamer. Dus dat is zo gedaan. Ik zag ook heel veel reacties van mensen die zeiden van, ja maar Roy, wij hebben douches in onze kleedkamer. Lijkt in een hokje of zo. Nou, toen dacht ik van, ja, hadden wij ook. Maar weet je wat de Sims niet heeft? Van die losse douches. Kijk, ze hebben wel douches, maar dan zijn het echt van die cabines. Ik heb dan liever gelijk, hoe heb ik dat hier gedaan? Oh, deze kleedkamer is gewoon, nee, dat klopt wel. Wat wilde ik zeggen? Ik heb liever ook gewoon van die cabines. En niet van die losse open douches. Maar dat vind ik wel een beetje meer bij school passen. Dus we doen het maar gewoon helemaal niet, weet je. En dan stinkt iedereen maar gewoon lekker. Weet je, waar ik altijd heel erg blij mee was als ik gym had. Als het laatste uur van de dag was. Want weet je, dan heb je toch al een beetje gezweet misschien. En ben je het misschien ook wel een beetje zat. En dan de tijd. Ik vind de tijd altijd best wel snel gaan met gym. Ja, ik weet niet waarom. Ik vind het gewoon fijn. Het gaat lekker snel. Lekker snel vanaf. Maar ik heb het nooit, maar dan ook nooit, als laatste uur gehad van mijn school. Ik heb het altijd het eerste uur gehad. En dat is dus echt vreselijk. Dat is echt, gadverdamme. Nou ja, gelukkig zweet ik. Als ik zweet, dan stinkt het niet heel erg. Als ik deo op heb, dan ruik je me totaal niet. Als je me ooit eens hebt geroken, dan moet het wel. Bijvoorbeeld een meeting. Wat het misschien wel angstzweet. Oh. Waarom heb je het over zweet, jongens? Wat is dit? Nou, zweet is hier iets heel normaals. Want iedereen zweet. Dus ja, ik wil niet veel zeggen. Maar iedereen zweet. Dus ja. Nou ja, sommige mensen. Oh ja, dat heb ik gehoord. 5% van de mensen. Die zweet ook. Maar die stinkt nooit naar zweet. Die hebben een soort een geurloze zweet. Dat is toch geniaal? Dat wil toch iedereen? Of ben ik de enigste? Nou, volgens mij niet. Zo, kijk, leuk plantje, jongens. Plantje erbij. Gaat lekker door de muur heen. Maar nobody cares, hè? Dat maakt helemaal niet uit. Oké. Zo, zet hier ook een lekker plantje neer. Hartstikke mooi. Ik hoop niet dat ze die plantjes kapot maken. Waar we het vorige keer over hebben gehad. Dus dat hoop ik niet. Oké, nou, dit zijn de kleedkamertjes. Ik vind ze echt superleuk. En dan hebben we hier natuurlijk de gymzaal. En wat ik wel wil, kijk, je loopt hier niet verder om de school heen. Dus ik wil hier ramen hebben, dat je gewoon nog een beetje uitzicht hebt en je hebt licht. Niet dat je zo'n gevoel hebt dat je vastzit in een zaal met hele lelijke TL-buizen. Weet je wel, van die echte witte lichten, die hele lelijke. Dus dan heb je toch wel nog een beetje licht. Dat vind ik wel mooi. Oké, even kijken. Zo, even off. Dan gaan we even ramen neerzetten. Ik wil er gewoon denk ik 3. Oh, dit vind ik wel mooi. Pas precies. Precies, precies. Dat zeg ik altijd. Ik weet niet waarom, maar I don't know why. But I like it. Oké. Een gymzaal is meestal hoog. Maar, nu heb ik al vorige keer over gehad. Van, wat doen we nou als om nog een gymzaal hierboven te doen? Ja, inderdaad. Nou, nu zit ik erover na te denken om eigenlijk één gymzaal te doen, maar dat is heel weinig. Maar ja, ik weet niet. Wij hadden ook een ander soort gym op mijn school waar ik ben af ben gegaan omdat ik te slechte cijfers had. Die school. Trouwens, deze muur moet echt worden veranderd. Dat is echt zo lelijk. Die school had ook zeg maar twee soorten gymzalen waar je echt een kwartier moest voor fietsen. Dus dan had je gewoon les. Gewoon normaal les, weet je, in de klaslokaal. En dan daarna moest je een kwartier fietsen om uiteindelijk dan te gaan sporten ergens anders. En dat was zo vervelend dat ik soms daarvoor niet naar school ging. Ja, het was zo erg, jongens. Niet normaal. Oké. Ik vind het heel stom. Ik zoek gewoon een behangetje zonder
zo'n lelijke streep aan de onderkant. Maar dat heb je bijna niet. Kijk, je hebt deze. Dan maken we deze even een lekker kleurtje. Gadverdamme, wat een lelijke muur. Bah. Gadverdamme, Roy. Kan je toch niet maken, dit? Nee, inderdaad. Vind ik ook. Oh, dit vind ik wel een mooie muur. Ja. Nou ja, wat wij hadden op onze school was een bakstenen muur. Als muur. Maar ja, wij zijn een hippe school. We doen een witte muur. Met een paar leuke dingetjes doen we dan. Met een hele coole, fel gekleurde vloer doen we dan. Vind ik een goed idee, Roy. Laten we dat eventjes doen. Ik zeg het tegen mezelf, hè, wat ben ik zielig. Ik ben zo zielig, hè. Niet normaal, oké. Tegels, nee, we hebben een soort... Ja, wat is het? Wat zit er in een gymzaal? Het is hard. Als je valt, dan doet het ook vet veel pijn. Maar het is... Ja, het is niet zoiets als dit. Meer iets als dit. Nee, Roy, wat? Waar zit jij op de gymzalen? Wat? Hoor mij dan. Waar zit jij op de gymzalen? Nee, Roy, dat is geen goed woord. Nee, opnieuw. Opnieuw. Het is ook geen metaal. Maar ik denk dat ik deze wel het mooist vind. En dan doen we die lekker in een kleurtje. Weet je, wat dacht je van een beetje groen? Oeh. Een beetje een zo'n donker groentje. Oh, dit is wel heel donker. Oh, hallo. Hallo. Ik kan hem nog even wat lichter doen. Of blauw. Oeh, dit vind ik mooi. Dit vind ik heel modern. Hoe laten we dit doen? Ja. En nu moeten we eigenlijk een soort strepen op de vloer gaan zetten. Dat wordt zo lelijk. Misschien kunnen we dat doen met hekjes. Dat we deze in het wit doen. Want, hallo, het hoort wel in een gymzaal dat je van die lijntjes hebt. Dus kijk, misschien kunnen we... Weet je gaat toch hier niet sporten. Het is alleen voor de sier dit. Want ja, in de Sims kan je helaas niet gymmen. Helaas. Dus we doen het een beetje... Ja, een beetje gek allemaal, hè. Even zien, we trekken even een lijntje hierheen. We trekken even een lijntje daarheen. Nee, dat is echt heel lelijk. Kan ik een rondje maken? Want ja, als je gaat basketballen zit hier een rondje. Hoeveel blokjes is dit breed? 8. Nou, even goed rekenen. Even snel rekenen. Dat kan ik niet. Maar ik denk dat het zo hoort. Ja! Oh, ik vind het nog geen eens zo lelijk dit. Ik vind het nog best wel cool. Ja, toch? Ja! Oh, dat vind ik gewoon eens zo gek dit. Jullie vinden het vast afschuwelijk lelijk. Maar weet je, hoe moet je het anders doen? Dat is de vraag. 13. Ja, dat is kut. Dan moet het zo. Zo. Kijk, we krijgen al echt een lijnenpatroon in hoor. Want ik weet niet hoor, of jullie gymzaal er zo uitzien. Maar wij hadden echt zoveel van die lijnen op school. Ja, hierin. En die heb je ook al in het geel en in het, weet ik veel, in het grijs. Nee, dat vind ik afschuwelijk. Dan laten we dat maar even... We nemen alleen maar wit lijntjes, oké? Oké. Misschien moeten we even zo. Oh, dat ken dan weer niet. Nou ja, dan doen we het zo. Weet je, het moet een beetje artistiek zijn, dit. Het moet een beetje mooi zijn. Zo. Dan zetten we hier nog even een lijntje. Weet je, die lijnen die boeien dan wel ergens over, maar... I don't care about now. about this right now. Ik heb geen goed Nederlands. Maar dat maakt niet uit. Oké. Ik zit even na te denken hoe we de leuke berging gaan maken. En wat we in de berging moeten gaan zetten. Want wat er in die berging staat, meestal bij ons. Van die matjes, weet je wel. Echt van die... Ja, iedereen moest dan een matje pakken. En dan moest je bijvoorbeeld een koprol maken of zo, weet ik veel. Je snapt wat ik bedoel. Nee, ik denk dat het gewoon open moet. En zo. Hoppa. Ja, leuk. En dezelfde vloer. Hup. Dezelfde vloer erin. Zelfde muur. En ja, je had van die matjes en van die kasten, weet je wel. Van die boxspringdingen. Je had een trampoline. Maar hoe ga ik dat in godsnaam neerzetten? In de Sims. Ja jongens, dit is de boxspring. Nee Roy, dat kan echt niet. Misschien staan hier wel dingetjes. Ik denk het niet. Een paraplu? Een bal? Nou, dit is een bal. Bol der antwoorden. Hebben we gewoon geen eens een voetbal of zo? Familiepret waterarena. Ho, hallo. Een verfdouche. Jongens, wat moet ik nou? Oh, nee toch. Ik kan kijken bij de sportspullen. Oké, er zijn ballen. Dan maken we ook een ballenrek. Nu weet ik even niet meer hoe ik dat goed kan doen. Wat is dit? Een schotel. Nou, dat is ook helemaal leuk. Oh, maar deze stond er ook altijd. Want dan, ja.
Nou ja, die kunnen we misschien ook even hier zetten. Doen we net alsof we gingen pingpongen vandaag. Weet je, dan is de gymzaal een beetje opgevuld. Vind ik wel leuk ook. Lekker een beetje pingpongen. Ja, nou, het heeft echt meer... Het heeft al echt een gymzaalgevoel. Kijk, lekker hoog. Leuk, jongens. Leuk. Ik heb er nou een zin. Een voetbaldoel. Die is wel echt enorm groot, maar... Misschien kunnen we beter gewoon, omdat meer de scholen dat doen, zetten we gewoon voetbaldoelen neer. Het is wel enorm groot, maar dan zetten we hem gewoon een beetje in de muur. Oh, dat Kenny voor het zwembad natuurlijk. God non nu. Weet je, ik haat het altijd als we gingen voetballen. Ik weet niet hoe het bij jullie ging. Maar bij ons was het echt... ze deden het zo vaak omdat iedereen het zo graag wilde. Alleen ik wilde het nooit. En toen wilde ik echt, dacht ik echt van, oké. Ik wil echt weg hier. Die doelen, ik weet het, ze zijn enorm groot. Maar we hebben anders verder niks. Dus ik vind ze ook best wel leuk eigenlijk. Dus, en helaas zijn er geen kleinere doelen. Dus daar hou ik ook wel een beetje van. Oké, we leggen een pistool neer, grapje. Ja, wat hebben we nog meer nodig? Dit niet hoor. Een drumstel. Nope, we don't need that. Een pooltafel. Leuk jongens, leuk. Lekker poelen. Ik denk dat we verder niet echt iets veel kunnen neerzetten. We zouden deze doelen ook hierin kunnen zetten. Dat vind ik denk ik nog wel beter. Weet je, dan kun je ze daar pakken. Weet je, dan hebben we geen matjes en kasten of zo. We hebben dan gewoon twee doelen daarin staan. En die kan je dan pakken. Kijk, zo'n hok is altijd lelijk. Dus maakt niet uit dat het nu ook lelijk is. Het hoort erbij. Oké. Even zien, wat kan ik er nog meer neerzetten? Ik zet deze nog wel eventjes erin. Weet je, dat is ook nog wel mooi. Nee. We leggen een paar ballen neer. Zo. Lelijk, jongens. Maar ja, het is een Sims. Je hoort ook geen school te maken in een Sims. Waarom is er geen Sims 3 schoolspullen? Schoolspullen accessoires. Oeh. I like that. Maar helaas, dat hebben we niet. Oké. Ik vind het eigenlijk best wel goed zo. Ik vind hem al heel mooi. We doen er denk ik nog even een bankje bij. Zo. En dan vind ik het eigenlijk best wel heel erg mooi. We hebben niet echt iets voor aan de muur. Voorbij de... weet je wel, van die basketbaldingen. Dat hebben we niet echt. Maar vind ik wel een beetje jammer. Dat hebben we niet. We hebben wel een schaakbord. Schaakfinale. Weet je, ik vind schaken zo leuk. Echt. Ik vind dat zo bijzonder. Maar ik weet nooit hoe je goed moet beginnen. Echt, oh my god. Ik heb misschien, als je deze video staat online op tweede kerstdag, hè. Misschien heb ik Kai een schaakspel gekocht voor kerst. Want wij zijn de laatste tijd helemaal into schaken. En dan doen we het op de iPad. Doen we het. Dat is zo leuk. En dan gewoon om zijn beurt, weet je wel. Gewoon samen spelen. Daarmee. Het is zo leuk. Echt, ik weet niet. Dat is echt geweldig. Oké, trouwens wat me nu opvalt. We hebben geen eens een wc in de kleedkamer. Wat is dit? Waar moet je kakken dan? Waar moet je kakken als je lekker van de bok af bent gevallen? Ja, weet ik niet, Roy. Misschien moet je dat maar gewoon nog eventjes in de kleedkamers verwerken, Roy. Goeie. Laten we dat nog maar eventjes doen dan. Oh my god, ik was gewoon helemaal vergeten. Oké, nou, kunnen we mooi in dit hokje doen dan. Even zien. Hebben we even een deurtje nodig? Niet een raamdeurtje, gewoon een deurtje. Wacht, wat zijn de klasdeuren? Oh, dat zijn die met het raampjes. Ik wil geen ramen in mijn wc. Ik wil niet dat iedereen gewoon een pielenmuis kan zien. En voor de meiden zijn de foef. Is dat een scheldwoord? I don't know, weet je. Sorry. Ik ben homo, dus dan weet ik dat niet. Ik ben zo raar eigenlijk. Ik ben zo... Oh, Roy, wat dacht je? Een deur naar de andere wc. Laten we dat maar even niet doen. Oké, zo. Nou, pleuren we even een wc-hokje in. Zo, wc'tje erin. En wasbak ken lekker hier. Zo. Dus als jij per ongeluk je handen verkeerd hebt. Iets met het papier hebt gedaan. En opeens heb je schijt aan je hand. Sorry als je zit te eten en je kijkt deze video. Ja, dan moet je het hier maar afgewassen. Dan kan iedereen het toch maar even zien. Ja, had je maar niet zomaar zo slecht aan je billen moeten vegen. Waarom heb ik het hier over? Oh, ik vind mezelf zo raar. Jongens, sla me. Elke keer als ik raar doe, moeten jullie me eigenlijk gewoon eventjes een duimpje omhoog geven. Dikke zelfpromotie eventjes hier.
Trouwens, ik wil het even zeggen, hè. Heel veel mensen denken dat wij geld krijgen voor duimpjes omhoog. En dat is helemaal niet waar. Wij vinden het gewoon leuk om te zien dat jullie het leuk vonden. Dat is het echt, letterlijk. En het is ook, als jullie bijvoorbeeld liken en jullie hebben bijvoorbeeld je YouTube gelinkt met bijvoorbeeld je Twitter, dan tweet je ook de video en dan krijgen wij meer bereik met de video. Dus zo fixen wij alles. Weet je, heel veel mensen weten dat niet. Dus ik denk dat heel veel mensen het ook wel fijn vinden dat ik dat nu heb gezegd. Want daar zijn de likes eigenlijk voor. En dat je ook dan laat zien dat, dat heel veel mensen het leuk vinden. En dan kom je misschien in de populaire lijst. En dan kijken meer mensen je video. En dat vinden we natuurlijk helemaal leuk. Hoe meer mensen, hoe meer vreugd. Oké. Wat ik ook trouwens wil. Ik wil denk ik hier nog een leuke spiegelwand. Doe er maar lekker één hoor. Lekker joh. Leuk. Kijk. Gewoon zo. Huppatee. Doen we er wel eentje. Zo. Dat vind ik wel mooi. En dan eigenlijk wil ik even, omdat het zo lelijk opeens ophoudt daar, wil ik eigenlijk een soort pilaar hebben daar. Roy, wat ben je aan het doen? Geen idee. Ik heb geen idee, maar ik probeer iets moois. Ik weet niet of het mooi is, maar probeer het maar gewoon. Kijk gewoon een beetje zo. Weet je? Dat geeft even een detail. Nee, het is echt afschuwelijk lelijk, Roy. Doe normaal. Oké, nou, zo. Ik vind het goed. Oké, we proppen deze nog even hier. Zo, kijk, hun hebben twee bankjes meer. Dat is eigenlijk niet eerlijk, hè? Dat is niet eerlijk. Oké, ik doe één bankje hier nog naast. Voor de mensen, weet je, als er geen ruimte is, dan heb je nog een bankje voor jezelf. Oké, zo. Helemaal super. Ik ben helemaal blij met dit. We hebben echt best wel veel gedaan eigenlijk vandaag. We hebben dit helemaal opgemaakt. Gewoon heel de gymzaal. Like, holy damn, dat is super goed. Doe een duim omhoog. Hey, super bedankt voor het kijken iedereen voor deze video. Het is weer het einde van de video. Volgende keer gaan we misschien eventjes, denk ik, even verder met het zwemparadijs. Of nee, zwemparadijs. Als je gaat zwemmen met de klas, dan moeten we dat ook nog fixen natuurlijk. En ook nog andere dingetjes natuurlijk. We zijn nog lang niet klaar met de school. Maar jullie vinden het helemaal niet erg, want het is hartstikke leuk. En als je het leuk vond, doe dan een duim omhoog. En weet zeker ook eventjes dat je The Walking Dead, de nieuwe serie, volgt. Staat al op Aldis Games, als je dat nog niet wist. Hij stond gisteren voor jullie online. Dus dat is echt super exciting. Als je niet weet wat het is, kijk even de video. Want super awesome. Oké, bedankt voor het kijken. En tot de volgende keer. Jongens, bedankt voor het kijken. En bye bye.